en heren, beste kinderen, hartelijk welkom bij de officiële opening van de banier. En ook zeer trots om hier te staan. Ja? Ja? Ik vind het saai. Saai? Wij willen dansen! Wij willen dansen! Gaan jullie gauw? Ja, dansen! Oké. Okay. Dit is een bewonersbedrijf of een wijkbedrijf. En wat wij doen is allemaal buurtinitiatieven. Dus van onderaf mensen helpen. Nou ja, meestal doen ze het gewoon zelf. Om hun ideeën te bewerken of hun dromen te bewerken, stelligen. Of uit te laten komen. Zo is er een buurtpiep gestart. Irene van Eerde die las altijd voor thuis. En die is samen met Nessa een buurtbibliotheek gestart, omdat er heel veel bibliotheken sluiten, ook op scholen. En ze hebben allemaal boeken gekregen en die zijn dat hier begonnen. En zo is ook het Repaircafé, dat is ook vandaag gestart. En twee jongens, Mo en Najim, die gaan koken. Nou, allemaal buurtinitiatieven die hier kunnen beginnen. We zijn een jong kookprogramma zijn we begonnen. Het principe is dat het een kookprogramma is voor jongeren die voor de buurt wat doen. En dit door middel van een lekker drie gangen menu voor weinig geld. We weten ook dat de buurt heel veel werklozen zijn, de mensen die het niet zo breed hebben. En met dit initiatief pakken we beide. We pakken jongeren die niet ooit een ei hebben gekookt. Meestal door moeders, dus meestal tieners. En tegelijkertijd de participatie van die jongeren door middel van dit kookprogramma eigenlijk. Die Young Kitchen heet. Waarom koken? Ja, omdat dat verbindt. En ook samenwerken en elkaar, je leert elkaar kennen. Je leert de buurtbewoners. En het is lekker. En het is heerlijk. Ja. Doen jullie ook verschillende soorten keukens, zeg maar? Ja, we doen van alles. We maken ook eigen recepten. We verzinnen een recept, bedenken we een paar aantal weken van tevoren. Dat proberen we thuis uit en zo doen. Maar er zijn natuurlijk altijd nog nieuwe ideeën welkom, want wij zijn niet van het bedenken. Dat moeten de bewoners doen en dan kunnen wij zij daarbij helpen als ze dat nodig hebben. Nou ja, de ruimte is beschikbaar. Dus het is eigenlijk zo dat de mensen die, de bewoners van de wijk, die mogen het pand gebruiken en die betalen eigenlijk in natura, in kennis, terug aan de wijk. En dan hebben we hier ook congressen en grote evenementen en die mensen die betalen gewoon de huur van het gebouw. En dan heb je ook wat stichtingen erin hier en die huren ook. En zo kunnen wij al die initiatieven steunen.